Nieuwe cd van de Westerlederzingers, Sinterklaas in de Stielen. En hoe dan ook, morgen is het officieel Sundrum. Hallo allemaal, dit is het Terschelling TV-journaal van 5 december 2020. Ja, het is vandaag weer het heerlijke avondje van Sinterklaas en daar kunnen wij met dit journaal eigenlijk ook niet omheen. Overigens hebben we al meer dan 100.000 mensen naar onze Sinterklaasjournaals gekeken op dit moment op YouTube. En dat is toch ongelooflijk. Nu moeten ze alleen nog even allemaal abonnee worden op ons kanaal. En dan zijn die 100.000 natuurlijk van harte welkom. Dus druk even op de rode knop hieronder en abonneer je op ons kanaal. Ja, dan nu even het weer. Na de vele regen en wind van de afgelopen week is het nu een stukje kouder geworden. Vannacht lag de rijp op het gras en was het toch eventjes onder nul. De rest van de week, ja, het blijft nog even koud, vooral de komende nacht. De temperatuur kan alweer heel gemakkelijk onder nul schieten. Deze week blijft het wat aan de frisse kant. Maandag volgt er wat regen, behoorlijk wat. En daarna wordt het wat droger en komt er ook wat meer zon. Tegen volgende week lijkt de temperatuur weer wat op te krabbelen. En ik kijk alvast met een blik naar de kerst. Want er zijn van die weermodellen die kunnen 30 dagen vooruit kijken. En die zijn allemaal te vinden op internet. En die voorspellen een koude kerst met een redelijke kans op sneeuw. We zullen moeten afwachten of het werkelijkheid wordt. Nu wat kort nieuws. Zaterdag is op de MS Midsland korte tijd brand ontstaan. Het schip lag op dat moment in de haven van Vlieland. De brand ontstond in de kachel van de machinekamer van de boot. Passagiers en bemanning zijn veilig van boord gehaald en de brand werd snel geblust. Sinds 1866 heeft het KNMI door het hele land ongeveer 322 neerslagwaarnemers. En die doen iedere dag het aantal millimeters sneeuw of millimeters regen doorgeven aan de beeld. En die groep bestaat uit de vrijwilligers. En omdat er nu mensen zijn die het al 50 jaar doen, wordt er eigenlijk naast gezocht naar nieuwe waarnemers, jonge waarnemers. Ook op de Schelling is nog een plek. Dus we zoeken nog op de Schelling iemand die voor het KNMI wil waarnemen. Lijkt jou dat leuk? Nou, neem dan gewoon contact op met de KNMI en meld je aan. Begin oktober zijn de eerste exemplaren van de vuurwans en de stokroossnuitkever op Terschelling aangetroffen. De stokroossnuitkever was zelfs nog helemaal niet bekend op de Waddeneilanden. In totaal werden er 14 nieuwe wansen en 15 nieuwe kevers gevonden op Terschelling. Verrassend veel. Er gaat wat veranderen qua parkeren in Harlingen voor toeristen die naar Terschelling willen komen. Vanaf 1 januari beheert de gemeente Harlingen het parkeerterrein Tjerk Hiddes. Eilandreizigers kunnen vanaf 2021 online een parkeerkaart in Harlingen reserveren. En de gemeente maakt de parkeergarage ook ruimer voor fietsers. Het tarief blijft 7 euro per dag, maar de pendeldienst van de parkeeraccommodatie na de veerterminal die wordt gratis. Je kunt ook een abonnement afsluiten. En dat is dan speciaal voor eilanders, voor mensen die op het eiland moeten werken en bedrijven. Dat kost ongeveer 70 euro per maand. De Westerlederzingers hebben een nieuwe cd uitgebracht, zo vlak voor de kerst. Vrijdag reikte Sinterklaas vanuit zijn residentie op de Bosplaat het eerste exemplaar uit aan oudste lid Herenbloem. Weer is de zee, weer is de hartelijk welkom hier bij Sinterklaas. Ja, dankjewel. En je komt hier voor een speciale gelegenheid. Ja. En Sinterklaas is de eer om jou een nieuwe cd te overhandigen. Oh. Van de Westerlederzingers. Oh, mooi. De 8e cd. Ja. We zijn er al heel lang mee bezig geweest. Ja. Jij hebt er niet meer op gezongen, want jij bent als lid gestopt. Ja. Want het gehoor wou niet zo goed meer. Ja. En
We vinden het heel mooi dat we jou deze nieuwe cd mogen overhandigen. Ja. En ik heb wat opgeschreven. Je hebt in de jaren al, je bent al 29 jaar lid van de Westerleta Zingers geweest. Ja, ja. En je hebt al heel wat met ze meegemaakt. Ja. Ze hebben ook heel wat met jou meegemaakt. Oh. Je bent een paar keer weggebracht, heb ik begrepen, met de helikopter. Ja. En dan viel je om. Ja. En dan kwamen ze weer met een groot bos bloemen. Want ja, dan was hij weer terug. En dan dachten ze, het komt niet goed, maar het kwam toch goed. Ja. En toen dachten ze bij het bestuur, we moeten maar een kamerplant geven. Want die kunnen we dan ochtend ophalen. En als hij dan weer valt, dan geven we die kamerplant. Want anders wordt het zo duur aan bloemen. Oh, want ja, hij ging al mat. Maar het is daar gelukkig bij gebleven. Ja. Nou, Nina heeft goed op je gepast. Ja. Dus het gaat je allemaal goed. Ja. En als er een optreden is van de Westerleta Zingers, dan kom je ook nog steeds. Ja. Dan ga je steeds mee de zaal in. Dan zit je ook in het publiek. Ja. En zijn de mensen die horen jou dan meezingen. Ja. En dan zeggen ze, in het publiek zit een man die moet eigenlijk ook bij het koor, want die kan heel goed zingen. Oh. Maar dan zeggen die anderen, ja, maar hij is al 29 jaar lid geweest. Hij is er net uit. Oh ja, dat wisten ze niet. Maar ze denken, die man die kan alles meezingen. Oh. Nou, en daarom willen we jou deze cd overhandigen. Ja. Voor het lange gezingen wat je gedaan hebt in de vereniging. Hier zijn jullie heel lang mee bezig geweest. Dirk Bakker heeft het ontwerp gemaakt van de voorkant. Volgens mij is het de oude Friesland, als ik het goed zie. En hier binnen staan alle nieuwe opnames. Hij is nog nat, hij is vers van de pers. Hij is verleden week, of dit weekend pas gedrukt. Je kunt hem thuis beluisteren. En ik zou zeggen, ik geef je een hand. Van harte gefeliciteerd. Hier is de eerste cd, de 8e van de Westerleta Zingers in hun 46-jarig bestaan. Nou. En dat je er maar gelukkig mee bent. Ja. En dat je hem veel mag draaien. En ik hoop je in goede gezondheid ook volgend jaar weer terug te zien zonder die narigheid. Want daar moeten we geen vanaf. He? Het gaat je goed. Nou, dankjewel. Dan wil ik nog even de mensen van... De mensen van het eerste uur, de cd-commissie, even naar voren komen. De commissie van wijze mannen, ja. De ontwerper van de cd, de, hoe noemen we die man ook weer, de dirigent. Sjoerd, die wordt altijd ingevlogen. Ja. Speciale boten hebben ze daarvoor. De cd-commissie en de voorzitter. Voorzitter, wil jij nog wat tegen heren zeggen? Misschien? Ja. Een kleinigheid. Een kleinigheid. Ik ben heel blij dat Heren hier aanwezig is. Heren is een prominent lid geweest van onze vereniging, 29 jaar lang. En al had hij misschien niet het meeste stemgeluid, hij was absoluut aanwezig. En we vinden het jammer dat hij gestopt is, maar anderzijds ook heel begrijpelijk. 90 jaar, een hele leeftijd. En ja, dan beginnen de mankementjes wat te komen. En dat valt ook niet mee, 's avonds meer naar de repetities te komen in het donker. Maar de eerste cd, hij is voor jou van harte gegund. Heren, hartelijk dank. Nou, hartelijk dank voor dit. En ik kom nog één keer op. Nou. Helemaal goed. Nou, ik denk dat we het hierbij laten. We hebben nog een aardigheidje geloof voor. Is dat, kom er maar mee naar voren. Ook nog meer. Ook die hoort erbij. Dan kan je Nina blij maken. Nou, ja, boeket. Prachtig, dankjewel. Een bloemetje erbij. Normaal is Sinterklaas ook altijd nog wel kusserig, maar dat doen we dit jaar niet. Nee. En ik hoop dat ik jou in goede gezondheid volgend jaar weer zie. De voorzitter praat over 90 jaar. Nou, het is voor Sinterklaas een peulenschilletje. We gaan gewoon door, heren. Volgend jaar in goede gezondheid treffen we elkaar weer. Ik hoop het wel. Ik hoop het wel, ja. Goed zo. Egbert. Ja. Voorzitter van de Westerleta Zingers, de 8e cd. Ja. Hoe is dat zo ontstaan? Hoe is het ontstaan? Nou ja, we werken nu al ruim 7 jaar met onze dirigent Sjoerd de Boer. En ja? We vinden het een mooie mijlpaal om die periode samen te vatten in een nieuwe cd. Ja, ja. Dus het werd na 8 jaar weer hoog tijd om wat nieuws op de plaat te zetten. En wanneer hebben jullie dit opgenomen? Dit hebben we voor de winter opgenomen, in de winter, in februari, januari. Bij Hersel in de studio? Nee, in de Dopers in de Kerkje. Oh, in de Dopers in de Kerk.
En onder leiding van Aldo, die had alle opnameapparatuur mee. En toen kwam de coronacrisis. Ja. En alle narigheid die erbij hoort. Dus het is nu pas tijd om hem te presenteren. Ja, ja. En hiernaast mij staat Sjoerd de Boer, dirigent van de Westerletersingers. Hoe lang doe je dat eigenlijk al, dirigent zijn voor dit clubje? 2004. 2004? Dacht ik. Dat is al bijna... 2014. 2014, ja, sorry. Ik zat al snel te regelen. Dat is toch al een behoorlijk tijd. Ja, zeker. Ja, ja. Hoe was het om met hun deze cd op te nemen? Was het de eerste keer trouwens, deze cd opnemen? Ja, dat is, was voor mij de eerste keer. En, nou ja, dat was eerst even wennen. Wij zijn begonnen bij Hessel in de studio. Ja. En dat is een gordroge ruimte. En dat viel een beetje tegen, want we konden elkaar niet goed verstaan. Dus de eerste tenoren die wisten nauwelijks wat de eerste bassen deden. En dat, nou, dat liep niet zoals ik in mijn hoofd had. En ik wist dat ze dus veel beter konden. En toen zijn we op een gegeven moment naar overleg, zijn we in de doodsgezinde kerk beland. Hm. En dat was al een stuk beter. Maar het is ook droog. Maar ja. Dat is achteraf voor de opname is dat niet zo heel slecht. Dus dat ging. Beter akoestiek ook. Ja, beter akoestiek. We konden in ieder geval we konden elkaar horen en dan kan je op elkaar anticiperen. Ja, ja. En anders dan, als je elkaar niet hoort, dan wordt het meestal onzuiver en dat soort. Dus dat was, prachtig. Achteraf hadden we dat misschien nog iets meer, met iets meer enthousiasme kunnen doen. Maar dat kwam ook, denk ik, we hadden door de ervaring... In de studio, waar het dus zo droog was, ja. Waar we elkaar niet konden horen, dachten sommigen, nou ja, moeten we hier wel mee doorgaan of zo. Oh. Maar toen kwam dat enthousiasme, dat kwam wel weer terug. En dat stond er, het staat er ook heel goed op, ja, okay. Denk ik. En er waren nou een paar... Je bent wel tevreden over? Ja, wel, we hadden nog een paar dingetjes, die hadden misschien beter gekund. Maar ja, toen kwam die corona, ja. En dat stond er voor 95% op. En je moet het ook niet mooier maken dan het is. Nee. Dit is het Westen, alleen zo dus mannenkoor. Ja. En zo is het. Je kan, nee, je moet er niet... Maar hoe lang hebben jullie erover gedaan om dat op te nemen? Een paar dagen? Of gewoon in de middag? Twee zaterdagen. Twee zaterdagen, ja. De hele dag? Ja. Dat is wel vermoeiend. Ja, dat is ook vermoeiend. Ja, sommigen die hadden het met een halve dag ook al bekeken. Die dachten van, we gaan vanmiddag met de vrouw uit winkelen of zoiets. Dus dat gebeurt ook allemaal. Ja. Maar dat hoort ook bij een club. Dat hoort ook bij een vereniging. Ja. Dat is, kijk, hè. Als het fulltime betaald wordt, dan kan je zeggen, net als voetballen, zeggen, ja. je moet aantrekken. Dat krijg je geld niet. Maar zo was het dus niet. Dus het is echt alleen daar. Maar je bent wel tevreden, toch? Over het hele resultaat? Ja, want het, alles met elkaar. Kijk, over het resultaat met de cd gaat het over de muziek. Maar ja. Ik kijk daar ook een klein beetje anders tegenaan. Ja, ja. Het is niet alleen de muziek, maar ook hoe die muziek tot stand komt. Ja. En dat staat niet op de cd, dat is een beetje jammer. Nee, maar dat moet je horen. Dat moet je horen. Dat hoor je dan. Maar het is heel erg leuk. Ik ben heel toevallig mijn zolder aan het opruimen. En ik kwam ook allemaal nog een hele bak met LP's tegen. Daar heb ik een hoop van weggegooid. Maar er waren er twee bij van een koor van mijn moeder. En dat gooi je niet weg. Dus dat gaat met deze cd ook gebeuren. Dit blijft voor altijd... Ja. Een iconisch moment ja. In de geschiedenis van de Westerletersingers. Ja. Over 50 jaar weten ze het nog. Ja. Dus wat dat betreft... En wat er één keer op staat, dat gaat er nooit meer af. Dus. Precies. Als er één foutje op staat en iemand hoort dat, dan zit je op dat foutje te wachten. Dus maar dat, ja, precies. Ja. Maar het is gewoon leuk. Dat gaat iedereen herinneren. Ja. Mag ik hem er even bij pakken? Hier zit Heren. Die heeft net een cd gekregen. Kijk, dit is hem, dames en heren. Kun je hem al krijgen? Hij is zo nieuw, ik heb hem nog niet eerder in handen gehad. Echt niet? Nee, de eerste cd is voor de heer Blom. Kijk eens even, wat leuk. Hij is, als ik het goed heb, is hij maandag verkrijgbaar. Ja? Bij verschillende zaken. Morgen al. Morgen al. Zaterdag. Ja. Ik heb gehoord bij Funke, bij Bernalles, Rozenberg. Mis ik één? Die drie. Oh, ja. Dat gaat toch goed. Ja. Wat staat er allemaal op? Wat hebben jullie allemaal ingezongen? We staan erop. Het is dus weer een verzameling van liedjes in het dialect. Liedjes van de zee. Een paar geestelijke liederen. En ook wat Russische liederen. Dus het is eigenlijk een samenvatting van het complete repertoire wat heel breed is. Ja. De meeste liederen staan voor de eerste cd. Sommigen die zingen we al bijna 20 jaar, maar er is wel eens een ander arrangement bij gekomen. Ja. Een andere zanger, dus die hebben we nog een keer op een cd gezet.
Okay. Maar heel divers, aha, wat men van ons gewend is. Kun je wat titels noemen? Oh ja, wel hoor. Signeer de Farsee, dat is de titel van de cd en dat is het eerste nummer wat erop staat. Een lied in het Schillinges. 5 o'clock in the morning, dat is een Engels lied. Schilgalan, dat is een heel bekend lied, ja, zingen we al meer dan 25 jaar, misschien wel 30 jaar. Alleen ja, het arrangementen veranderen wat en we vinden hem nog steeds prachtig, dus hij staat er weer op. Ah, kijk eens aan. En komt er nog een single? Ga je nog een single uitbrengen? Er komt geen single van. Oké. Okay. Nee, okay. Nee, we willen graag wereldberoemd op de Schelling zijn en blijven. Oké. Okay. Ja. Nou, een ideaal Sinterklaas cadeau misschien nog net? Alles, ik denk het wel. En de kerst ook zeker, hè? Ja, ja, ja. De kerst ook zeker. Nou, hartstikke leuk. Gefeliciteerd. Ja, heel hartelijk dank. En ook gefeliciteerd met deze cd. En allemaal luisteren, zou ik zo zeggen. Sinterklaas was ook in de Stiele. En ondanks de corona mocht de Sint toch even naar binnen. Dat word ik voor eenzaam. Ik snap het. Je snapt het, hè? Nou, we gaan er een gezellige middag van maken. Het wordt geen droge boel, maar wel een rustige boel, want er mag niet gezongen worden in het kader van de corona. Sinterklaas was er in Spanje ook al van op de hoogte. Ik ben mooi de hele zomer thuis gebleven, langs het zwembad. Zou nog op de verjaardag komen van Ietske Zantema, maar dat werd het niet. Want er was een vliegverbod. Maar ja, we mochten toch niet zoenen. Dus ze moet verplicht 101 worden, want volgend jaar wil Tom zoenen met haar. Ja, want dit jaar slaan we over iets. Ja, ja. En dan het gebit eruit, want dat moet lekker wezen, zonder gebit. Sinterklaas legt het ook even op het kopje. Nou, ik ben blij dat ik er weer ben. Hey. Hoi. Anrieke. Sinterklaas. Hoe is het met je? Moeten we even elbogen? Ja. Nou. Mag ik u ook even wel? Ja, ik ga hem even naar je geven, want als ik een keer aan het woord ben, dan is het zomaar door. Nee, maar dan komt u nooit meer. Nou, hallo Sinterklaas. Wat ontzettend fijn dat u ondanks de corona toch in onze bubbel in de Stiele bent gekomen. Microfoon doet het niet? Nee. Jawel hoor. Jawel hoor. Moet ik even mijn kapje af? Ja. Zo. Nou, wat fijn dat u ondanks de corona toch in onze bubbel bent gekomen. Zoals Sinterklaas wel weet, leven wij hier al maanden met elkaar in de Stiele en komen er uit. Dankjewel Anrieke voor de fijne woorden. Ja, Sinterklaas heeft dit jaar wat minder druk op de Schelling dan andere jaren. Maar het was toch een hele omhaal. Normaal kom je de haven binnen met een boot. Nou, dat kon niet. Halverwege, overboord. Maar het is er weer uit. En ik ben op het strand gekomen zonder Pieten. Jullie hebben het vast wel op de tv gezien. En gelukkig zijn er wat van die bleekneuzen aangespoeld. En ik heb er één meegenomen. Er lopen hier een stuk of 12 op de Schelling. Maar ook hebben we ze niet altijd allemaal bij elkaar. Want je moet een beetje voorzichtig zijn. Nou, deze week heb ik nog een heel druk weekje. Ik moet overal heen. En vrijdag kom ik weer op het scherm. Maar dan niet op dit grote scherm, maar op de schoolborden. Want ik mag niet in de school. In al die 458 jaar haalden ze me naar binnen. En nou zeggen ze, blijf maar buiten. Laat die oude stakker maar buiten staan. Nou, nou kom ik digitaal, dat is op zo'n bord. Sinterklaas heeft er geen verstand van, maar heeft gelukkig Pieten die dat voor hem regelen. En het zal die kinders trouwens worst wezen als ik de cadeautjes maar breng. Ja, ik hoor van hun oma's nog vertellen, vroeger hebben we Sinterklaas ook nooit gezien, maar we kregen altijd wat in de schoen. Dus ik kan best even zonder die van vertrokken met de jeep. Die staan er nog voor het komend jaar, dus als jullie die kant een keer uitlopen, ik ben zo over het tegelpad gegaan. Want ik zat niet op het paard deze keer, ik zat in de jeep. En ik werd op het strand afgehaald door deze jeep. En dat ging ook niet helemaal zonder hakken en puffen en stoten. We hebben 3 keer stilgestaan. Dan heb ik toch liever de witte van Sinterklaas. Die scheidt er nooit mee uit. Maar op een gegeven moment stonden we zonder benzine. En we hebben hem ook nog een keer aan moeten slepen. Maar moest Sinterklaas helpen duwen? Nee, want dan had ik erachter gelegen. Oh. Dat red ik niet op mijn leeftijd. Een auto aanduwen. Waar overkomen was dat die auto stuk ging. Dus het was toch wel een geweldige
intocht die we daardoor gehad hebben met die jeep. Nou, Sinterklaas heeft het paard wel meegenomen. Die staat zich tegenwoordig rond te eten bij Rien Sterpstrapstal. Hij doet geen flikker, dat beest, want ik mag er niet op. Alleen s'nachts heb ik hem nog nodig over de daken, maar de intocht zit er niet in. Over naar de scholen hoef ik niet op het paard. En hier mocht ik ook al met alle rust een plaatsje nemen als eerste. Dus ik heb het beste plek maar uitgezocht. En jullie kunnen hier mooi om me heen zitten. Maar ja, dat verrekte corona, wat doe je eraan, hè? Ja, Sinterklaas zit hier nou wel, maar ik ben al 4 weken onderweg, Piet. Zou ik niet eens even een coronatest moeten ondergaan? Want ondertussen kan je het wel onder de leden hebben zonder dat je het weet, hè? Ja, dat is waar, Sinterklaas. Heb je niet zo snel test? Ga eens kijken als er hier zo'n test is. Dan kunnen we misschien wat regelen. Waar zou ik moeten vragen? Nou, in de keuken. Daar hebben ze altijd testen. Hebben wij hier een sneltest? Want we willen toch niet zeker weten of Sinterklaas hier wel nog zijn. Ja. We hebben Adriaan en die weet wel wat, hè? Adriaan. Ja, we hebben een alternatieve sneltest. Nou, Adriaan, kom er eens bij. Wat heb je voor een sneltest? We hebben een alternatieve test om te kijken of je smaak het nog doet. Ja, want de eerste verschijnsel van corona is dat je de boerenkool van de zuurkool niet kan onderscheiden. Dan denk je, ik eet wel wat, maar wat het is, dat weet ik niet. Ja. Nou, en daar heb jij een oplossing voor bedacht. Daar hebben wij een oplossing voor bedacht hier, nou, Klaas. Ik zou zeggen, laat het me zien, kerel, dan ga ik die testen doen. Laat het dus niet zien, laat het niet zien wat het is, hè. Oh. U moet twee van de drie moet u goed hebben om te slagen voor deze coronatest. Oh, dus ik moet een... Een blinddoek moet u eventjes... Nou, een momentje. Ja, daar gaan we. Eerst maar even zo, Sinterklaas. Dan ga ik zo meteen het omhoog doen. Ja, ik zie nog alles, maar ja, dat gaat... Ik hoop dat we hem afkrijgen. Wat gaan we doen, Piet? Nou, dit wordt de bescherming. Oh ja, zo kan het mondkapje ook, ja. Nou. Vooruit. Ziet u er alles iets doorheen of is het... Nou... Nee, het gaat goed. Ik voel een bonte Piet, maar ik zie hem niet. Zo. Nou, Piet ging het laten testen. Gaat Piet het erin duwen? Ja. Oh, jongens. Moet ik al met de mond open, Piet? Dat wordt echt proef, hè? Ja, eerst even laten ruiken of die dan al heet. Ik moet mijn snor er niet mee opfritten, hoor. Nee. Denk erop. U mag even rechtop gaan zitten. Rechtop. Ik kom dichter naar u toe en u mag even ruiken. Ruiken, maar... Adem in. Nou, het heet iets van carbonade. U mag het nu... Ik ga nu even laten proeven. Het lekkerste stukje komt er ook bij. Ben jij dat zelf? Daar kom ik. Volgens mij loopt er ook wat in mijn baard. Nou. Ik mag even een doekje. Het komt goed, Sinterklaas. Ik ben al bijna. Volgens mij... Doe maar zelfs. Klaar. Is het bruine bonensoep? Helemaal goed, Sinterklaas. Geslaagd. Nou, dan bekeert hem nog niks, hoor, die ouwe. De volgende. Oh. Nou ben ik dan wel gretig. Ja, dit wordt iets... U mag... U gaat eerst weer even ruiken. Je moet mijn snor even opzij drukken, want anders eet ik hem op. Ruiken! Oh! Ik denk het. Ze zullen er wel in doen. Ik mag eerst ruiken. Waar duw je mond? Ruiken. Oh, daar. Wat denkt u dat het is? Stukje cake. Nou? Het is iets zoetigs. Het is in de buurt. Daar kom ik. Griest met pudding. Ja, helemaal goed. Nou, dit is echt uniek. Maar het laatste gaan we nu ook niet ondernemen. Nee. Je zou het vast ook nog willen proeven. Zat er ook bessensap bij? Er zat ook bij, ja. Kan je het zien? Dat nee. Niet. Nee, het wordt heel netjes. Heel netjes. U gaat eerst maar even ruiken, Sinterklaas. Piet, wat ruik je lekker. Nou. Heeft u een idee? Ik herken het wel. Is het niet een stuk sunlight shape? Ja.
U krijgt nu een rietje in uw mond. Mag u even proeven? Moet ik zuur ook? Ja, ja, ja. Nou, dit smaakt naar de... Naar meer? Jut is bitter. Ja, dat is ook helemaal goed, Sinterklaas. Jij bent er helemaal goed. Applaus. Heel goed. Moet het kapje weer af of blijf ik vanmiddag zo zitten? Nou, dat ging best. Ik help u even. Ja, zet jij de meter maar even op, want ik voel me wat bloot op het hoofd. Ja, Sinterklaas, het is bijna zover. Ik voel hem niet. Ja, nu voel ik hem wel. Zit het kruis een beetje in het midden? Zeker. Nou direct ja, goed. Scheve dingetjes pissen ook, maar ik heb liefst het kruis vooraan. Eens even kijken. Piet, de bewoners, ik heb het net over pepernoten gehad en dat we niet gaan strooien, maar misschien kunnen we wel wat gaan uitdelen. En er werd behoorlijk wat uitgedeeld, kan ik je zeggen. En het werd ondanks de corona toch ouderwets gezellig. Tja, door de corona is er dit jaar geen Sundrum. En dat is natuurlijk erg jammer. Maar om het nou helemaal zo te laten passeren zonder iets, dat vonden wij bij Terschelling TV ook niet echt leuk. Dus daarom Sundrumbeelden uit de rijke historie van Terschelling. Asociaal allemaal, ik heb geen haas. Blijven wijzen. Hoi, alles goed? Ja, weer. Ja. Jongen, we hebben lampjes uit, ik zie nog heet. Ja, dat geeft niet, jongen. Alles goed? Ja. Maak maar open die envelop. Maak maar open, meneer. Alsjeblieft, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, hele mooie prijs. Auw. Hou die lampen voor, dat is niks.
Het is verschrikkelijk. Ik heb de jaren nog niet meer zomaar gezien. Mijn hersen, deze was. Deze. Patatje. Patatje met. Nou, dit was het De Schelling TV-journaal voor deze week. Word abonnee op ons kanaal en like ons op Facebook. En laat ons weten als je nieuws hebt of iets leuks. Stuur dan gewoon een mail naar info@terschelling.tv. En wil je helemaal op de hoogte blijven? Neem dan gewoon een abonnement op de Terschellinger. En ga daarvoor naar www.deterschellinger.info. Tot zover en heel veel plezier tijdens de Sinterklaasavond vanavond, hè? Tot volgende week. Die ga ik uitpakken.